Zo, Hans, daar staan we weer. Hè? Staan we weer? Ja, heel goed. Kijken of we slagen. Hè? Ja, weet je wat ik zo bijzonder vind? Dit zijn alle vier mensen die of een bedrijf groot hebben gemaakt dat bestond, maar ook bedrijven begonnen zijn. En misschien is het leuk, dacht ik, om even met Kai te beginnen. Want Kai, ik begreep, dat verhaal moeten we echt even van je horen. Jij was op internet begonnen, heel klein. Ja, ik was. En daarna ben je ook, zeg maar, fysiek verder gegaan. Daarnaast gegroeid. Ik was biotechnicus en ik wou eigenlijk gewoon bij mijn kinderen thuis zijn. Dus ik wou stoppen met werken. En toen dacht ik van, hey, die draagdoek die ik al voor mezelf maak en ook al voor vrienden en kennissen, als ik die nou eens gewoon via een internetshop verkoop, dan kan ik misschien over 5 jaar ontslag nemen. En 3 maanden later heb ik ontslag genomen en een paar jaar later leveren door heel Europa heen. Gaaf. Ja. En want vertel even, dus het draagdoek, dus die baby hangt heel klassiek blijkbaar. Ik zag er een foto van, ondersteboven, maar dan is het wel weer goed voor de bloedsomloop. Wat gebeurt er precies? Nee, gewoon rechtop, dat is rechtop. Makkelijkst. Okay. Ja. Maar het is wel een soort draagdoek gebaseerd op een oude Afrikaanse traditie? Precies, het is de oudste manier van je kind bij je dragen. En het is eigenlijk een beetje vergeten in de moderne samenleving, want er is geld voor een wandelwagen, dus waarom zouden we ons kind nog dragen? En, maar ja. Ik wil graag dat die vergeten traditie dat die weer opgehaald wordt. Want het is niks beters voor een kind dan gedragen te worden in een draagdoek. Ja. Daniel, je noemde net die MKB'ers, hè? Ja. Dat doet mij natuurlijk goed, begrijp je. Ja. Hoe belangrijk zijn die voor jou? Vertel eens. Nou, ontzettend belangrijk. En dat wordt alleen maar belangrijker. Want er werd net gezegd, helemaal aan het begin, dat wat internet kon brengen is transparantie. Nou, dat is echt helemaal waar. Dat is de transformerende kracht van internet. En alle andere dingen die we zien zijn toepassingen. Twitter, Facebook, Google, dat zijn toepassingen die gebaseerd zijn op transparantie. En als we nu kijken wat transparantie brengt, dan is dat iets fantastisch. Namelijk ineens zijn er niet allerlei toetredingsdrempels. Ineens kan de energie, hoeft niet te gaan in het verkopen, maar in het maken, in het verzinnen van iets, in het maken ervan. En ik denk dat Kai het bewijs daarvan is en heel veel andere partners van bol.com die producten maken die normaal, of producten verzamelen die normaal niet zichtbaar waren geworden. En ineens dankzij het internet, dankzij Google, dankzij andere platformen, dankzij een platform als bol.com ineens vragers kunnen ontmoeten. Al die mensen die aan het zoeken zijn en die Kai niet hadden gevonden als internet er niet was geweest. Ja, maar dat deed je vroeger toch gewoon in een winkel? Want kijk, een groot deel van mijn achterban hè, die zegt, ja wat jij nu zegt is voor mij een enorme bedreiging eigenlijk, hè? Ja, dat klopt. Dus, ja. Ja, dat klopt helemaal. Ja, dat klopt helemaal en dat is een grote misvatting. Weet je, als de transparantie ertoe leidt dat de klanten erachter komen dat je niet zoveel toevoegt en iemand anders meer toevoegt, ja, dan kan je niet zeggen, dan kan je natuurlijk zeggen, ik wil dat niet, dat begrijp ik wel, maar dan is het toch ongelooflijk veel beter om je energie te besteden om iets te creëren, iets te verzinnen wat beter is en wat iets toevoegt aan de wereld, dan dat je probeert iets wat minder goed is te zorgen dat niemand dat weet. Even over transparantie, want ik had vrijdag een gesprekje met Jeff Bezos van Amazon. En eigenlijk... Foute vrienden. Ja, sorry. Maar ik koop bij jou. Maar toch een beetje de grote broer. Wat zij zeiden, en Eric Schmidt was er ook bij van Google, is dat langzamerhand zij, los van het traditionele werk, ook op zoveel data zitten, zoveel informatie hebben, dat in zichzelf... En toen dacht ik, hé, dit gaat over transparantie, worden mijn gegevens niet verkeerd gebruikt? Hè, dus natuurlijk, hè, we komen daar bij Edial van hoe zorg je ervoor dat de overheid scherp blijft. Maar hoe zorg je er ook voor dat bedrijven als dat van jou, hè, dat mijn gegevens niet in verkeerde handen vallen? Ja. Nou ja, dat gaat inderdaad over vertrouwen. En eerlijk gezegd is dat ook goed werk. Ik vind de stelling die net ook is geponeerd door Google, door meneer Drummond, vind ik logisch. En natuurlijk wil geen enkel bedrijf wat zijn geloofwaardigheid en zijn business baseert op het vertrouwen van zijn klanten, gaat meewerken, bewust meewerken aan dingen die dat vertrouwen ondermijnen. Dat geloof ik direct. Ik denk dat geldt ook voor de overheid. En toch zijn er heel veel mensen die de overheid wantrouwen. Dus hoe kan ik jou niet wantrouwen? Ja, dat is niet persoonlijk, maar nee, okay. En de vraag is, hoe ga je dat voor de overheid oplossen? Is dat, Ja, de overheid heeft een ding, dat heet wetgeving en controle. Dat is ook vaak zo lekker als een mandje, dat blijkt weer. Ja. Maar toch even ook naar bedrijfsleven, dat is nog veel minder transparant. Ja, dus hoe zorg je nou voor, want ik ga met mijn beste, bij Amazon of bij jou, koop ik spullen. Ja. Ja. Daar zit alle informatie over mij in, die kun jij geaggregeerd... Kan ik me nogal voorstellen dat je zegt, ik weet nu dat mannen van rond de 45 vaak dat type boeken kopen. Klopt. Maar als dat verder gaat naar, en als ze dan ook nog in Den Haag wonen, vlakbij de duinen, dan zit je wel heel dicht bij mij ineens. Ja. Nee, klopt, absoluut. Maar dat is eerlijk gezegd, dat is denk ik wel wat ondernemers of de ondernemingen die gebaseerd, een businessmodel wat gebaseerd is op vertrouwen, zich beter dan ooit realiseren. Dat ook die ondernemingen zitten gewoon in een glazen huis. Op het moment dat je daar iets doet, waardoor je het vertrouwen verspeelt, nog veel sneller dan het verleden. Lopen je klant weer bij weg en dat is maar goed ook. En dat is eerlijk gezegd ook iets waar je niet tegen moet verzetten, maar waarbij je de samenwerking moet zoeken met iedereen die jou helpt
om de dingen die misgaan. Doordat je werknemers zich misschien misdragen en wel bij de overheid op de loonlijst staan. Hè, of omdat hackers bij je in weten te breken. Of op een andere manier een partner van je niet helemaal bona fide is. Zet nou je netwerk alsjeblieft ook in om je te helpen die uitwassen te ontdekken. En ook inderdaad actief te bestrijden. Ja, goed antwoord. Hey, Edeol, mag ik jou wat vragen? Ja. Want we hebben er straks veel gehoord over talent is belangrijk, ondernemerschap, concurrentie. Hebben wij genoeg talent in Nederland? Ik denk dat je nooit genoeg talent hebt, dat natuurlijk ten eerste. Ik denk dat in elke hub van waar technologie is, is altijd een gebrek aan talent. Zelfs in plekken als Silicon Valley. Dat is gewoon het feit. Dus je kunt nooit genoeg hebben. Nee. En in Berlijn is niet genoeg, hier maar, is niet genoeg. Maar is er een verschil? Want jij zit in Berlijn nu. Hè? Is er een hele andere cultuur, een hele andere... Ja, Berlijn is anders dan de Duitse cultuur. Hè? Dat is één belangrijk ding. Heel veel ondernemers die in Berlijn bedrijven starten, die komen niet uit Berlijn en die komen ook niet uit Duitsland. Dus dat is een heel belangrijk feit. En ik denk dat mensen naar Berlijn toe gaan voor bepaalde redenen. En die redenen zijn vaak vrijheid. Dat zijn vaak een soort van je gevoel dat je alles kunt doen daar. En dat is, dat is makkelijker, denk ik. Dus dat zijn meer de redenen waarom mensen naar Berlijn gaan. En dat zie je terug in mensen, ja. Er is veel talent en het heeft een hele grote aantrekkingskracht tot talent. Jij bent in Nederland begonnen eerst met je bedrijf, toch? Nee, we zijn... Meteen in Berlijn? Ja, ik ben afgestudeerd hier in Amsterdam. Ja. En toen ben ik met mijn broertje naar Berlijn vertrokken, 4,5 jaar geleden. En toen zijn we ons eerste bedrijf begonnen daar. Ja. En wat was dat? Goed, Berlijn, ja, ik ben het meteen met je eens. Het is een beetje New York van Europa aan het worden. Hè. Dat is een hele stad. New York is ook geen Amerika. En ja. Berlijn is misschien geen Duitsland, zoals je zegt. Of heeft hij van een hele eigen cultuur? Maar wat trok jou erin aan? En is het dan niet juist daar lastig om goede mensen te krijgen als er zoveel concurrentie is? Ja, er is veel concurrentie, dat ten eerste. Maar wij kwamen daar omdat we een soort van gevoel hadden van hier kan alles. Weet je wel, hier is heel veel vrijheid, hier kun je een bedrijf starten, hier kun je wonen waar je wil. Hier kun je werken met de mensen, weet je, waar je omgeeft en die goed zijn en die talent hebben. En er is ook een soort van ecosysteem wat daar al is van andere bedrijven die ontzettend hulpzaam zijn. Dus je wordt een soort beetje omarmd door mensen. En er is kapitaal, heel veel kapitaal. Het is heel internationaal gericht, omdat er ook heel veel internationale mensen zitten natuurlijk. Dat waren voor ons de grootste reden. En natuurlijk dat het een ontzettend toffe stad is. Dat is natuurlijk ook een hele grote reden. Je kan er lekker stappen, vind ik. Toch? Ja, nee, hier gaan clubs natuurlijk om 3 uur gaan ze hier dicht. En in Berlijn starten de toffe clubs om 4 uur. Dus dat is wat voor ons. Verschil, hè? Vlieg je er naartoe en dan... Je bent een posterboy, zei je net, hè? Maar eigenlijk ben je natuurlijk een hele succesvolle ondernemer, hè? Een van mijn redenen om voorzitter van de MKB Nederland te worden is meer mensen zoals jij op het veld krijgen, zullen we maar zeggen. Meer, ja, misschien Googles in de toekomst in Nederland realiseren. Meer grote, echte, succesvolle bedrijven. Is het klimaat in Nederland er om dat echt te realiseren de komende jaren? Nee. Nou. Nee, en bedankt. Hans, nooit gesloten vraag stellen. God, hoe zouden we dat imago kunnen veranderen? Dankjewel. Ja, nee, dit is een mooi onderzoek van Fortune. En dat is een kort verhaal. Fortune heeft onderzoek gedaan naar de gemiddelde leeftijd van bedrijven in Fortune 500 in Amerika. Dus gemiddeld 20 jaar. In Europa is dat 80 jaar. Het effect daarvan is dat in Amerika zijn bij grote bedrijven entrepreneurs, de ondernemers aan de macht. In Europa managers. Nou, managers en entrepreneurs. Een manager denkt, oh mijn god, een entrepreneur, hoe manage ik die? Nou, die kun je niet managen. Dus daar is een soort cultuurconflict. En daardoor heb je weinig exits. Als er geen exits zijn, waarom zou een investeerder dan investeren? Ik vind het nou weer zo'n algemeen verhaal. Investeerders investeren, waarom zou je dan beginnen met ondernemen? En dat verklaart precies, hè, dus de hele value change is, om in internettermen te spreken, fucked from the top down. Maar Boris, even, de grootste twee bedrijven ter wereld zijn Amerikaanse bedrijven die 150 jaar geleden al, of 100 jaar geleden al bestonden. Exxon en General Electric. Dat zijn gewoon de twee grootste bedrijven ter wereld. Ja. Dus wat hebben die dan ineens entrepreneurs in de top? Google neemt tussen de 300 en de 500 bedrijven per jaar over in Amerika. Ik sprak daar een ondernemer en die zei, slechte week, bedrijf mislukt. En toen zei ik, wat zonde, ben je er veel bij ingeschoten? En zei hij, uiteindelijk hebben we het verkocht voor 4 miljoen aan Google. Ik dacht, 4 miljoen voor Google? Ik heb ooit mijn bedrijf verkocht aan KPN, was voor 2 miljoen. En toen zei dat is trouwens undisclosed, maar dat kan, hè? Dus toen in de onderhandelingen was een van die advocaten, die nam mij terzijde. En die zei, je moet je realiseren dat het heel moeilijk is voor die managers om aan jou, een jongen van onder de 30, een paar miljoen over te maken, terwijl zij zelf maar misschien een ton per maand verdienen, per jaar. Dus
zie ik, heb het altijd door elkaar. En toen dacht ik, wat is dit voor een cultuur waarin je op deze manier met een bedrijf moet praten? Hoeveel bedrijven neemt KPN over per jaar? Wat is een exit in Europa? Ja, een schijntje bij. Maar wat doen we fout? Vertel het. Wat zouden wij kunnen leren van Amerika? Nou, het gaat vanzelf. We hebben economische crisis, dus die hele Fortune 500 gaat eraan, dankzij ons. Dus het komt uiteindelijk wel goed. Maar hoe managen we de transitie? Jongens. Ja, nee, maar serieus. Want ik ben het meeste met ondernemers eens, hè? Dat snap je. Want ik ben ook een ondernemer. Maar ik ben het niet helemaal met je eens. Nee, want ik vind Nederland namelijk een van de meest ondernemende landen in de wereld. Dat meen ik echt. Ja. Ik reis veel, ik heb heel veel gezien. Ik vind Nederland waanzinnig ondernemend. Ja. Echt. Ja, ondanks alles. Ja. Nou, niet ondanks alles. We zijn gewoon, het zit in onze genen. Ja, nee, maar dat is zo. Maar kijk, uiteindelijk hebben we het over, wat is het volgende miljardenbedrijf? Komt dat uit Nederland? Oké, we hadden Hives, groeide sneller dan Facebook in het begin. Die hebben met heel veel moeite een paar miljoen opgehaald, waar Facebook 50 miljoen ophaalde. Ja. En Facebook kon dus die groei bijhouden, terwijl Hives die bleef hangen in, we kunnen gewoon niet groter dan Nederland. En die hebben al hun buitenlandse service uitgezet. Gezegd van ja, we hebben maar een heel klein beetje funding, dus we moeten ons richten. En nu bestaan ze niet meer. Nou, wil je miljarden bereiken, dan moet je dus meer investeren. Maar een investeerder gaat niet investeren als er geen exit is. Je kunt geen IPO doen in Europa en je kunt niet verkopen. Dus hoe los je dat op? Even, Daniel, help even. Is het allemaal zo? Worst. Maar zijn we gedoemd? Nee, het gaat heel goed. Okay. Want iedereen gaat eraan. Want ik denk namelijk, ik zie dezelfde dingen die jij ziet. Een cultuur verander je niet. Een cultuur waarin het sexy is om iets te verkopen en iets te maken. Ja, dat noemen we dan nu de VOC-mentaliteit. Als je even terugkijkt, ik vond het heel mooi wat je net zei, Bernd. Als je terugkijkt, dan was het de VOC-mentaliteit was niet de mentaliteit van handelen. Maar de mentaliteit van wij kunnen met betere techniek sneller en goedkoper schepen bouwen. Dat was de techniek die de doorslag gaf en niet onze handelsgeest per se. Het was die combinatie. En wat is dan nu, en daar denk ik namelijk wel dat we wat aan kunnen doen. Dat is namelijk ook iets waar de overheid iets aan kan doen en waar bedrijven iets aan kunnen doen. Maar met name denk ik ook echt we het systeem anders zouden kunnen inrichten. Wat is nou het botenbouwen van deze eeuw? Nou, naar mijn idee, en dat is al een paar keer gezegd, is dat het toepassen van IT in business. Dus niet IT-sec. Nee, IT in Nederland staat voor nerds. Dat is zo en dat gaat ook zo blijven. Dat gaat gewoon niet snel veranderen. Dat is cultureel bepaald. Maar op het moment dat je de grondstof in jouw opleiding, want jij denkt, ik wil een hele goede handelaar worden, of ik wil een hele goede logistiekeling worden, want we zijn ook transportland, of ik wil een hele goede creatief zijn. Als de grondstof die je nodig hebt, namelijk zelf het vak beheersen om jouw creativiteit tot iets te laten werken, of jouw logistieke kennis tot iets te laten worden, namelijk IT. Als je dat een stukje begrijpt, dan komen we daar. En maar het onderwijs is natuurlijk wel een overheidstaak. Maar bedoel je dan dingen als 3D-printing of robotica? Het maakt eigenlijk niet uit. Kijk naar alle bedrijfstakken die in Nederland rijk is. Kijk naar topsector, maar eigenlijk alles wat dan niet als topsector is gekwalificeerd. Het volgende niveau van waardecreatie en van innovatie is het toepassen van IT, systematisch toepassen van IT in al die sectoren. En eerlijk gezegd, En IT begrijpen, de volgende generatie gaat het niet oplossen. Ik hoorde net zeggen dat het gebruiken van een iPad hetzelfde is als IT kunnen toepassen. Dat is gewoon niet waar. David Drummond zei het goed. Het is heel iets anders of je een iPad kunt bedienen, zei hij volgens mij, dan of je een algoritme kunt ontwikkelen. Maar wat we nodig hebben zijn mensen die bedrijfsprocessen en logistieke processen kunnen omzetten in een algoritme, in een stuk programmatuur. En dat is wel iets waar je denk als overheid wel wat zou kunnen sturen om ons te helpen tegen de cultuur in. Tegen de lethargie in, toch denk ik het maak een slag concreter. Wat zou je echt wensen, wat jij volgt, die politiek? Verplicht in alle curricula van alle universitaire en hbo-opleidingen IT opnemen en toepassen van IT, zodat die businessmensen IT-taal spreken. Want we gaan nooit genoeg IT'ers hebben om met alle businessmensen te praten. Nooit. Kai, vertel eens, wat kunnen wij beter doen om jou te ondersteunen? Oh ja, er zijn wel verschillende dingen, denk ik. Ik denk persoonlijk bijvoorbeeld dat de regelgeving naar banken toe nogal streng is, waardoor het lastig is om bijvoorbeeld een krediet te krijgen. Nou, ik had al een krediet. Ik had echter maar 1 week per jaar 90% ervan in gebruik en de rest van de tijd 20%. Dus de bank belde om de week van, joh, zullen we je krediet gaan verlagen? Nou, in mijn geval had ik het krediet al voordat de recessie begon. Maar ik zie heel veel ondernemers om mij heen die dus geen groei kunnen financieren omdat ze geen krediet hebben. En we hebben denk ik groei nodig om ook weer meer werkgelegenheid te krijgen. En als er meer werkgelegenheid is, dan krijgen we ook dat er meer te besteden is. En dat zou al heel goed voor de markt zijn. Maar de banken, ik snap natuurlijk helemaal dat door de recessie, dat het allemaal in banden gelegd moet worden en dat het strenger moet, begrijp ik volkomen.
Alleen wat ik wel denk is dat het misschien een beetje doorgeslagen is. En dat als er een beetje een gulden middenweg wordt gezocht, dat de markt, als de overheid laat zien dat ze vertrouwen hebben in de markt, dan krijgt de markt ook weer meer vertrouwen. Dus echt kredietverstrekking, zeg jij? Bijvoorbeeld. En Eliel, wat jij zei iets over dat je in Berlijn zoveel durfkapitaal kon vinden? Ja, ik ben het een beetje mee oneens, eerlijk gezegd. Ik denk dat krediet is één manier van een financiering. Ik denk dat er ook, er zijn ook risico-investeerders natuurlijk. Gewoon ja, privé, like angels, dat soort mensen. En ik denk dat wat wij ook hebben gedaan. Berlijn is een beetje de tech-hub van Europa, kun je zeggen. Misschien samen met Tel Aviv en Londen. Weet je wel, er gebeurt ontzettend veel. Er zijn bedrijven ontzettend veel groeien. Er zijn internationale investeerders, de beste investeerders van de wereld. Die gaan heel vaak naartoe, bla bla bla. En het eerste wat iedereen doet als ze in Berlijn zijn en ze starten een bedrijf, is naar Londen gaan. Omdat daar de beste investeerders zitten. En dat is gewoon nummer één. En dat misschien, het is een hoog risico, want misschien verspil je 2 of 3 maanden. En nog liever ga je naar de Verenigde Staten natuurlijk, want er zijn nog betere investeerders. En daarna ga je misschien in Duitsland kijken en daarna naar Nederland. Maar dat is een beetje de stappen die je gaat nemen. En ik denk dat het groot denken, dat ontzettend belangrijk is. En dat je gewoon dat wil gaan doen, dat je de beste investeert. Dat moet jouw doel zijn, niet geld ophalen. Het doel moet zijn om jouw bedrijf ontzettend groot te laten groeien. De beste mensen, beste investeerders, beste infrastructuur, beste mensen om je heen, beste adviseurs, alles. Kijk, maar dat was natuurlijk het idee achter deels ook Amsterdam en dit soort steden. Amsterdam, ik kan me voorstellen, je zegt in mijn vak is Berlijn misschien nog wel meer nummer 1 dan Amsterdam of andere steden. Maar de samenballing van cultuur, van inderdaad kapitaal, van een hele liberale cultuur. Ik bedoel niet liberaal als in politiek, maar gewoon een hele vrije stad. Richard Florida, de Rise of the Creative Class. Dus waarom zitten die dingen samengebald op sommige plekken? Daniel, jij hebt natuurlijk de zaak verkocht nu. Wij zitten in Utrecht. Dus, jij zit, oh ja, dat is natuurlijk ook. Hey, wij zitten overigens juist in Utrecht. We zaten zelfs in Nieuwegein, maar we zaten juist niet in Amsterdam. Eigenlijk omdat het inderdaad waar is. Dat we zijn natuurlijk in de wilde eind jaren 90, zeg maar, bij de eerste internetbubbel zijn we een beetje ontstaan. En toen waren in Amsterdam alleen maar feestjes van mensen die elkaar allemaal gingen vertellen hoe ze de wereld gingen veranderen. En niemand had nog iets, behalve hele grote verhalen. En toen dachten we, wat voor meerwaarde is het nu om daar rond te lopen en dan meegezoogd te worden in die maalstroom van een soort opschepperij en feestjes vieren. Nou, het laatste achteraf gezien een beetje fout, hadden we wel moeten doen. Maar goed. Wel gelachen. Maar wel, ja, precies. En hij weet waar hij het over heeft. Wel gelachen. Ja, we hebben wel gelachen. Nee, maar vreemd genoeg dat de meest succesvolle ondernemingen in Nederland, of een aantal van de meest succesvolle online ondernemingen van Nederland, zijn juist ontstaan op heel onlogische plekken. Omdat die het echt zijn gaan doen met soort handpicked mensen die gewoon ook allemaal het vak nog moesten leren. En eigenlijk met name een energie deelden en de kennis samen ontwikkelden. Ze ontdekten samen de IT-vaardigheden en de businessmodellen, et cetera, et cetera, et cetera. Dat is niet per se, heb je daarvoor die incubator setting nodig die in Amsterdam wellicht kan bieden. Boris, want jij bent ondernemer, ook in deze sector. Wat is jouw reactie op? Ik weet niet, wat was de vraag? Nou, Daniel zegt net, het hoeft niet per se in zo'n hub te zijn. Je bent natuurlijk van de creatieve destructie, ja. Maar toch, stel dat we het willen opbouwen weer. Ja, nee, ik woon in Amsterdam. Ik vind het voordeel van Amsterdam is dat als je naar de wereld kijkt, zit het precies in het midden. Hè? Dus je kunt overal naartoe. En, heb je dat met Den Haag, maar heel gek is dat. School niet afgemaakt, dus weinig geografische kennis. Maar ik denk, we zitten hier precies in het midden. En met andere woorden, het maakt niet uit waar je zit. Hè? Wij bereiken de hele wereld. Ik zag op een gegeven moment dat op de Noordpool, dat er iemand las en die reageerde ook op de blog daarna en die zei, ja, we zitten hier met z'n 16 en ik lees de Next Map op de Noordpool. Dus het maakt niet uit waar je zit. Als je ergens prettig woont, dan is the world your oyster. Dus wat dat betreft maakt niet uit. Maar je weet wel dat in Amerika kun je rustig een 0 achter je waardering zetten, omdat daar bedrijven zijn als Google die 300 partijen per jaar overnemen, zelfs als het slecht gaat. Dus mensen zeggen wel, ondernemers zijn in Europa risicomijdend. Ja, maar we lopen ook veel meer risico. Weet je wel. Mijn safety net is niet een overname aan Google voor 4 miljoen. Dat is gewoon. Maar mag ik dan toch nog één vraag stellen? Hè? Op het risico dat je grijpt. Zo is het. Wat ga jij nou doen om die start-up cultuur in Nederland te verbeteren? Wat ga jij doen? Nou, dat is dan wel mijn rol bij Nelly Kroes, dat we wat kunnen voorstellen. En we hebben een soort lijstje gemaakt van dingen. En een van de dingen waar we, het belangrijkste daarvan, want het is een hele lijst natuurlijk, is dat ik zou heel graag een soort start-up law zien. Hè? Dus ik vind het gek dat bij belastingen en regels one size fits all. Als ik een bedrijf heb met 2 medewerkers en ik neem de derde aan, dan is dat zo'n ontzettende verantwoordelijkheid. Want je bent verantwoordelijk voor die persoon. En als je het verkeerd aanpakt, kom je er nooit meer vanaf.
En dat is, hè, als je 5000 man hebt en je neemt de 5001ste aan, ja, dan is dat anders. Dus hè, wij pleiten voor een soort disclaimer die je tekent als je bij een start-up gaat werken. Dat je zegt, oké, ik werk nu bij een start-up, ik verdien minder. Maar ik krijg opties en die zijn niet belast als inkomen. En dat betekent dat ik ieder moment ontslagen kan worden. Voor de eerste 4 jaar. Hè? Nou, ik denk dat heel veel mensen denken, oké, nou dat staat goed op mijn cv. Ik moet keihard werken, want dan kan iedere dag eruit gegooid worden. Maar goed, als het dan goed gaat, dan bereik ik ook wat. Dan heb ik of een optie die ik verzeker, waar ik niet eerst een ton van moet gaan lenen van mijn ouders, wat nergens op slaat, dan ga ik mee. Nou, dat is een heel concreet ding waarvan ik zeg, verander dat in Europa. Start-up law. En Kai, voor jou, voor groei van jouw bedrijf, heb je mensen in dienst nu? Is het ja, een... ik heb 8 mensen in dienst, maar ik werk ook heel veel samen met freelancers. Ja. Ik kies er bewust voor om niet mijn productie in China of zo weg te zetten, maar om dat gewoon dicht bij huis te doen. Om de werkgelegenheid te creëren, maar anderzijds ben ik ook flexibeler. Ik ben moeder van 4 kinderen. Ik heb geen zin om elke keer op het vliegtuig naar China te stappen om te kijken of er geen kinderarbeid aan te pas komt, et cetera, et cetera. Dus ik wil gewoon op mijn fietsje naar de andere kant van Wijchen kunnen fietsen om te kijken hoe het met mijn productie gaat. En daardoor ben ik ook heel flexibel. En dat geeft ook meteen dat ik gewoon kan zorgen voor een stukje lokale werkgelegenheid. Overigens, Wijchen, dames en heren, ik wist dat natuurlijk al langer, u ook, is de meest ICT-minded stad van Nederland. Ja, we hebben de Google E-Town prijs gewonnen. Hey Daniel. Mag jij nog één vraag stellen? Wij nemen. Ja, mag ik jou een vraag stellen, Daniel? Dat mag je als ik zo meteen niet nog even mag reageren op de keerzijde van die transparantie. En dat ook wel wat Boris schetst echt nodig is. Maar stel eerst een vraag. Nou, ik ben benieuwd, je hebt je bedrijf nu verkocht, heb ik ook een keer gedaan. Ja. Voel jij je nog ondernemer? Nou, weet je, het vreemde is dat de meeste mensen die zien een aandeelhouder als iets waar je van afhankelijk bent. En bij bol.com hebben we, een beetje tegen wil en dank, zagen we ook niet aankomen, is ook allemaal maar overkomen, hebben we maar liefst 5 verschillende groepen aandeelhouders gehad in 15 jaar tijd. En de verandering die kwam ook altijd op het moment dat je totaal niet verwachtte. En dan had je er totaal geen invloed op wat er gebeurde. En dat was een soort speelbal. En het vreemde is, je gaat je een beetje onttrekken aan de gedachte dat die aandeelhouder nou heel belangrijk is. En je gaat gewoon nadenken, wat vind ik nou belangrijk? En wat vind ik mijn collega's belangrijk? Wat vinden onze klanten belangrijk? Want dat is de constante. En die aandeelhouders, ja, die komen en die gaan, heb je geen invloed op. Nou, deze is gekomen omdat wij dat echt heel graag wilden. Wij wilden dat heel graag omdat wij denken dat we nog helemaal aan het begin staan. En dat de bereidheid om voor de lange termijn te investeren in de beste winkel, en dat is wat we willen worden, dat die ook die pockets vereist en een lange termijn horizon. En de vraag is of een private equity investeerder in Nederland die lange horizon heeft. Terwijl een bedrijf van Ahold niet alleen maar wat te winnen heeft, maar natuurlijk ook gewoon een gigantisch miljardenbedrag te verliezen heeft als men niet slaagt in het meegaan in internet en transparantie. Dus voor ons een gedroomde partner. En ik moet zeggen, als je me een jaar geleden had gevraagd, had ik hier natuurlijk het obligate politiek correcte antwoord gegeven over hoe leuk het is bij Ahold. En nu meen ik het echt. Ja. Nou, dat is fantastisch. Maar je wilt ook nog even reageren op... Want kijk, die transparantie, dat is geweldig. Dat betekent dat iedereen die een product verzint en dat zelfs met wat hogere arbeidslonen gewoon in Wijchen kan laten maken, dat die zijn markt vindt. Dat goedkoper is dan ooit. En dan staan ontzettend veel kansen. Maar stel je nou eens voor, want dat was jouw vraag voor het MKB, maar dat is misschien nog wel meer waar voor het grootbedrijf. Als jij nu in de financiële sector werkt, gewoon bij een bank of een verzekeraar of bij een telco. Ja, ik weet zeker, iedereen hier in de zaal zit eigenlijk bij de verkeerde verzekeraar. Want ik weet 100% zeker dat voor ieder van jullie, maakt niet uit welk verzekeringsproduct we het over hebben, er een beter product is dan dat wat je nu hebt. Maar dat is intransparantie en dat is inertie. We zijn niet gewend om over te stappen naar die andere partij. Denk dat het ingewikkeld is, misschien ook wel zo. Stel je nou voor dat in de komende 10 tot 15 jaar dat gebeurt. Wat er aan werkeloosheid gaat ontstaan van al die bedrijven die ontmaskerd worden als eigenlijk onvoldoende toevoegend. En dan praat je, denk ik, in de komende 10 tot 15 jaar misschien wel tussen half miljoen en 1 miljoen mensen in Nederland die geen werk meer hebben in het model wat we kennen. Namelijk, je gaat naar je werk en dan werk je van 9 tot 5 of je bent thuis. En ik denk dat dat ook iets is waar we ons op moeten voorbereiden. Die grens tussen binair ik werk of ik ben werkeloos, om die veel fluider te maken, om veel meer dat initiatief toe te staan om zelf geld te verdienen, een bedrijfje te beginnen, de eerste medewerker aan te nemen, zonder dat je meteen formeel de werkgever bent. Eigenlijk helemaal in de richting die Boris schetste. Ik denk dat het echt noodzaak is. Goed, dankjewel. Daniel, dank jullie wel.